Hey allemaal, allereerst een hele fijne kerst gewenst. En ik wil een tip van de dag meegeven en die luidt. Nou ja, de vraag is althans, wat doe je nou als je probeert in te voelen, iets te helder zien, weten, horen, ruiken. En je twijfelt gewoon en het lukt gewoon net niet om het antwoord te verschaffen. Nou, allereerst heb je die standaard tips zoals schrijf het op, hou het bij, blijf oefenen. En als gouden tip, nou ja, elke keer kom ik er weer achter hoe waardevol die tip voor mij is, laat ik het zo zeggen. Is toch echt, soms is twijfel het antwoord. Bijvoorbeeld, je voelt van een collega, hij gaat ontslag nemen. Maar je voelt ook heel sterk zo'n twijfel en je komt er maar niet achter wat het is. Dus je gaat zwart-wit denken, ja, het is wel zo of het is niet zo. Nou, ik zal het wel mis hebben. Of alle gevolgen in je gedachten van dien. Maar soms is die twijfel dus het antwoord. Het kan zijn dat jij onder ontslag verstaat. Hij gaat weg. Hij werkt hier niet meer. En het kan zijn dat hij bijvoorbeeld een burn-out krijgt. En hij inderdaad niet meer gaat werken. Maar bijvoorbeeld wel weer terugkomt. Of dat het niet echt onder ontslag valt, maar onder de ziektewet. Dus dat kan soms al heel makkelijk het antwoord zijn. Dus dat wou ik voor vandaag meegeven. En ja, nogmaals, fijne feestdagen toegewenst. Maak er wat moois van.